Ik heb zo vaak gezien hoe mijn moeder in elkaar werd geslagen door mijn vader, ikzelf ook. Ik heb momenten gehad dat ik aan de eettafel zat, dat mijn moeder zat te huilen naast me, had ze weer slaag gekregen. Dat ik de gedachte had, maar het ging verder dan een gedachte, dat ik echt zat te twijfelen, zou ik hem nou hartstikke doodsteken? Het boek Vallen en Opstaan is het aangrijpende levensverhaal van Peter Dijkstra. En wij zaten altijd bij elkaar in een soort schuur en daar dronken we en daar rookten we. Totdat er op een gegeven moment eentje binnenkwam die ook met een jointje kwam, dus die draaide dat ding. Maar dat ene trekkie, dat resulteerde dat ik jarenlang verslaafd ben geraakt. Een verhaal over afwijzing, drugs, geweld, eenzaamheid. Op mijn 10 of 11 liep ik al te jatten. Mijn eerste inbraak in winkels, maar mijn eerste inbraak had ik al gezet op mijn 14-jarige leeftijd. Complete arrestatieteams die de straat voor, achter afzetten met de hondenwagen, met een heel team het halletje in en hup, daar stonden ze in mijn slaapkamer. Mijn moeder werd er gek van en op een gegeven moment toen ik 17 was, zei ze, Peet, je moet de deur uit, de groeten. Ja, toen werd het helemaal wild. Het gebruik van LSD en paddo's brengt Peter in een andere dimensie. Wij keken elkaar aan als we onder invloed waren en wij zagen gewoon gedaantes in elkaar. Wij zagen gewoon, ja, dat klinkt heel spooky, maar er gebeuren dingen. Ik merkte dat ik bepaalde gaves kreeg. Maar dan keert de geestelijke wereld zich tegen hem. Het werd zelfs zo onrustig dat het niet alleen hier was, maar ook in mijn huis. Het begon te spoken in mijn huis. Dingen begonnen te bewegen. En dat is raar. Een allesbepalende bovennatuurlijke ervaring maakt dat het leven van Peter radicaal verandert. Benieuwd hoe het verder gaat? Koop het boek Vallen en Opstaan in de boekhandel of via vallenenopstaan.eu. Dit is een eerlijk boek, het is een biografie. Het laat de spannende momenten zien, de wilde momenten van mijn leven. Maar ook op een gegeven moment het keerpunt, dat ik op een gegeven moment vastliep en zoiets had van als er een God is, dan wil ik hem leren kennen. Het beschrijft ook de processen waar ik doorheen ben gegaan. Leren vergeven door mijn pijnpunten heen. Ik moest afrekenen met mijn agressie, met mijn egoïsme. En ik denk dat het ook een boek is wat hoop geeft. Het is een mooi boek om te lezen. Het is een eerlijk en kwetsbaar boek. Maar ik denk dat het bordenvol handvatten zit. Dit boek is meer dan een biografie. Het leven is vallen en opstaan. Maar hoe leer je nou om op te staan in het leven? Lees dit boek.